Goeiedag. Ja, er viel eindelijk weer eens serieuze regen. Gisteravond was dat al goed te merken en ook vandaag is het op veel plaatsen nat. Flinke buien dus en ook flinke plassen zoals op deze foto mooi is te zien. Nou, de regen van vandaag, dat is niet de laatste neerslag, want vrijdag krijgen we ook weer met neerslag te maken. Dit zijn de radarbeelden zoals die rond het middaguur waren. We zien dan vooral boven het midden van het land dat daar neerslag valt, ook in het zuiden en het noorden overwegend droog is, want daar is met name afgelopen avond veel regen gevallen. Over het algemeen kan je zeggen dat er zo tussen de 10 en de 20 mm neerslag is gevallen. En vanmiddag kan er dus in het midden van het land nog wel wat bij gaan komen. Laten we maar eens naar de weerkaart gaan kijken. Dan zien we ook die neerslagzone boven het midden en zuiden van het land liggen. Die gaat dan geleidelijk aan wegtrekken richting het oosten. En dan gaan we ons concentreren op deze storing die morgenochtend overtrekt. Dan opnieuw veel regen, ook veel wind en hoge temperaturen. Daar kom ik later op. En dan in de avond passeert het koufront en dan draait de wind naar het noordwesten. Komt er koelere lucht onze kant op en dan zal de temperatuur flink gaan dalen. Vandaag temperaturen van zo'n 16 graden op veel plaatsen. Morgen zal dat een stuk hoger zijn omdat met die zuidwestenwind veel warme lucht onze kant op gaat komen. Nog maar even naar de neerslag in detail kijken voor morgen. We zien vannacht dat er lokaal nog wel een buitje kan vallen en dan zien we vanuit het zuidwesten de regen binnenschuiven. Morgenochtend tijdens de ochtendspits kan het echt wel eventjes behoorlijk nat zijn. En dan later op de dag vanuit het noordwesten het koufront. Dat zal pas in de avond zijn. En daartussenin zijn er wel droge perioden, maar waait het fors. Hoe ziet dat eruit op de kaart morgen? Nou, kijk eens naar die temperaturen. Het is bijna niet voor te stellen met die regen en de wind. Maar toch temperaturen boven de 20 graden. 21, 22 graden in het noorden. In het midden en zuiden gaan we ruim naar de 23 graden toe. Ook grote verschillen in de wind. Diep landinwaarts, een matige wind over het algemeen. Windkracht 3 tot 4. Maar ga je wat verder naar het westen, dan kom je toch wel aan een krachtige tot harde wind. Vooral aan zee gaat het stevig waaien. En morgenmiddag en ook het eerste deel van de avond kans op zware windstoten van zo'n 80 tot 90 kilometer per uur. Voor de noordwestelijke provincies staat daar ook een waarschuwing voor uit. Ja, verder dus die regen. Vooral in de ochtend kan het even goed nat zijn. Dan een wat langere droge periode, denk ik. En dan aan het begin van de avond vanuit het noordwesten de nieuwe regenzone die binnenkomt schuiven. Misschien dat we in het binnenland ook nog eventjes wat zon zien in de middag. Ik sluit dat niet helemaal uit. Dan zaterdag, dan hebben we opeens met die noordwestenwind te maken. Dat geldt ook voor de zondag. En dan veel lagere temperaturen. Ook vallen er een aantal buien. De meeste buien in de kustgebieden, maar zo af en toe trekt er toch ook wel een buitje landinwaarts. Temperatuur 14, 15 graden op zaterdag. Zondag nog koelere lucht. Maximumtemperatuur 11 of 12 graden. En de dagen erna, ja, dan wordt het nog wat frisser zoals het er nu naar uitziet. Het heeft alles te maken met de wind die gaat draaien. Want we zien dus op zaterdag en zondag die noordwestenwind. Maar vanaf maandag gaat de wind draaien naar het noordoosten. Tot oosten, veel van die paarse kleuren. En dat betekent duidelijk lagere temperaturen. Kijk maar eens naar de pluim zoals die er nu voor staat voor Midden-Nederland. Dat betekent dus op vrijdag nog die hoge temperatuur van boven de 20 graden. En daarna gaan we naar temperaturen tussen de 10 en de 15 graden. En ook de nachten worden een stuk kouder. En wat er dan in die tweede week gaat gebeuren, dat is nog erg onzeker. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het aan de frisse kant blijft. Nog fijne dag.